In deze video ga ik de oefenzitting JavaScript oplossen, de verschillende delen of de oplossing bespreken. Um, dus laten we er gewoon meteen in vliegen. Dus um, om te starten aan de oefenzitting JavaScript, ga je die klonen. Doe dit clone. Dit wordt uiteraard ook beschreven in de opgave, en dat hebben jullie al vaak moeten doen. Dan kan je naar die folder die je net gekloond hebt, cd. En. en hier staan dan je files. Dus Even de voorbereiding. Uh, we nemen aan dat je een video hebt gekeken, dus ik neem aan dat jullie al wel voorkennis hebben ondertussen. En het eerste wat er in de in gevraagd wordt, is om enkele kleine opdrachtjes uit te voeren. Dus um, we gaan hier, uh, we zijn nu gescended naar oefening JavaScript. Met Firefox kunnen we nu dit bestand openen. Je kunt dat met de console heel gemakkelijk laten openen. En dus hier hebben wij dit bestand vanuit uh, het hoogcollege geopend: het laatste voorbeeld. Um, nu is de vraag, um, verwijder met behulp van de inspector de reset knop op de pagina. De inspector openen we met ctrl shift i in firefox, dus laten we dat eens doen, we gaan met onze muis erop staan, ctrl shift i, um, zo op deze manier. We kunnen hier zien we die button staan, kunnen we delete, nou doen en de reset knop is weg. Een simpel voorbeeldje van hoe je de inspector kunt gebruiken. Als je de pagina ververst, is die terug. Dus zo kun je gewoon de HTML live bewerken. Het verschil zien, maar het wordt niet bewaard. Dat is gewoon dus op de webpagina zelf, maar het wordt niet bewaard in ons bestand ofzo. Um, open de console, voer deze functie uit. updateBoard myboard 0, 1, 2. Laten we dat eens dus doen. Hier is de console. Als ik daarin deze functie plak en ik doe op enter. Dan zien we nu dat er een overschijnt hier um, op de eerste rij, tweede kolom. Oké, okay. dus dat is het resultaat van deze functie. Um, als we gaan, zouden gaan kijken naar uh, hoogcollege, oefening 7, code.js, dan zouden we zien een update board. Wel dat vervangt de eerste parameter is rij, rij 0, dus deze rij, kolom 1. Deze kolom, dus dit vakje. En dan zit daar de waarde 2. Type 2 maak je daarvan. Type 2 is blijkbaar een O. Dus dat wordt aangepast in de interne state en dan wordt dat opnieuw getekend. Dus dat is wat we net hebben uitgevoerd. Um, goed. Verander de waarde in update board. En probeer op die manier een x te plaatsen in het middelste vakje. Hint, met patch daarboven kan je het vorige invoerde commando terug ophalen. Dus ik doe ook catch naar boven om het vorige commando te krijgen. En nu willen we een x in het middelste vakje. In dat geval moeten we dus rij 1, kolom 1 hebben. Dat is 1-1-coördinaat. is het coördinaat. En we willen een x. x is type 1. Dus update my board 1-1-1. En dan zet een x in dit vakje. Door deze functie. Dus op row 1, call 1, wordt type 1 opgeslagen. En dan wordt dat opnieuw getekend. En dan zien we dit. Derde vraag. Ehm. Um... Zoek en open het bestand code.js in de debugger. Plaats een breakpoint in de binnenste for-loop van GenerateBoard.html. Klik vervolgens op, het, op een vakje van het spelbord. Inspecteer de waarde van de variabele table in de html in de rechtse kolom van de debugger. Dus we zullen dat eens doen. We gaan naar de debugger. En dan kunnen we hier naar ons codebestand gaan. Dus uh, hier staan alle, bestanden, alle javascript bestanden in um, die je hebt geladen. Um, hier ga je al je functies zien als je naar outline gaat. Generate board HTML staat hier. We moesten in de binnenste voorloop een breakpoint plaatsen. Dat klopt toch, denk ik. In um, de binnenste voorloop dat hebben we nu gedaan. Um, en nu willen we de waarde van de variabele table in de HTML in de gaten houden. Um, en dus deze um, waarde hier. Um, Oké. Okay. We willen, dus nu hebben we een breakpoint gezet. Op deze regelcode. Nu, dit doet niks op dit moment. Pas als deze code terug uitgevoerd wordt, gaat, onze gaat het hier pauzeren. En gaan we kunnen kijken wat alle waarden van de variabelen zijn. Dus als we nu op een vakje klikken, waar ook in de opgave wordt gevraagd, dan gaat deze code uitgevoerd worden. Want als we op een vakje klikken, dan wordt Update Board uitgevoerd, wordt er ergens iets aangepast in ons bord, en vervolgens wordt dat opnieuw getekend. En in de Draw Board functie wordt dus ook de Generate Board HTML functie opgeroepen. Dus als ik nu hier klik, zien we. Dat we nu opeens hier gepauzeerd zijn in de eerste iteratie van de for loop. En als we nu um, op play doen, gaat die tot het volgende breakpoint um, opnieuw uitvoeren. Dus we zien dat table in de HTML op dit moment leeg is. Ik denk dat dat de waarden is die we moeten bekijken. Inderdaad. Um, en we willen dat in de rechtse kolom doen. Dus hier kan je ook al je waarden nog eens bekijken van alle verschillende scopes. Dus de binnenste scope waar we nu zitten is deze for loop. Daar is J0. Um, dan hebben we hier die board html de blok daarbuiten hebben we row html um, dan hebben we E0. dat is deze for loop scope, dus een scope dus een wat tussen twee accolades. de scope of de blok daarbuiten is die van generate board html zelf, dus dan gaan we table inner html vinden als variabele het bord, uh, dat is de parameter van deze functie, ja, dat is de argumenten um, en dan de buitenste scope is nog de effectief buitenste scope, de global scope hier, um, met current turn 2 en myBoard als parameter. Dus board hier is het argument dat wordt doorgegeven, myBoard is de globale, uh, het globale het Oké, okay. maar we moesten table inner HTML in de gaten houden. Um, nu in deze binnenste voorloop als ik op play doe. nu is raw HTML aan het vullen maar table HTML. Uh, table inner HTML verandert niets. Um, daar moet ik altijd scrollen, wacht als ik deze blok. Als dus we nu tabelen naar de inner HTML. Dus in deze binnenste loop genereer ik de HTML van één rij. En dan, als we op play blijven duwen, zullen we zien uh, op een bepaald moment. nu is één rij, uh, één rij was klaar en dan is die toegevoegd geweest aan uh, table in de HTML. En dan ga je opnieuw in deze binnenste loop. En met play kun je altijd uitvoeren tot je terug aan de breakpoint komt. En, als we dat, en dan zien we dat table in HTML. Ondertussen zitten er twee rijen in. Als we genoeg iteraties uitvoeren, zitten er drie rijen in. En dan zijn we klaar. En dan, als er al drie rijen in zitten, dan, is, um, dan bevat table in HTML eigenlijk ja, de drie rijen van onze tabel hier. En dan moeten we enkel nog table openen en table sluiten voor en na. Um, daar komen we zelfs nog eens op terug. Um, het genereren van zo'n HTML-functie. Maar nu werd gewoon gevraagd om de waarde van die table in de HTML te, te observeren. Dus je ziet dat die gradueel werd opgebouwd. Dat daar rij per rij werd eigenlijk um, die HTML-string hier opgebouwd. Dus door de HTML van één rij op te bouwen en die dan elke iteratie toe te voegen. En dan op het einde hadden we dus een string met daarin drie HTML-rijen. En die drie rijen die moeten we dan nog in een tabel plaatsen met de table tags en dat doen we hier in die laatste regel door gebruik te maken van een template string. Dus nog eens ter herinnering, hier gebruik ik een backtick, je hebt drie verschillende symbolen. Je hebt, um, laat ik even een notepadje openen hier, um, je hebt een enkelvoudig aanhalingsteken, een dubbel aanhalingsteken en je hebt een backtick, dat zijn de drie string symbolen. Enkel of dubbel, dat kun je gebruiken voor gewone string declaraties, backtick, dat is een template string. Uh, in een template string mag je variabelen gebruiken. Uh, dus uh, met een tollarteken. Uh, en een accolade, dus varenamen. Op die manier kan je in een template string een variabele invoegen. Terwijl als je een enkelvoudig aanhalingsteken of een dubbel aanhalingsteken gebruikt, dan kan je geen variabelen gebruiken. Het verschil tussen een gewone en een template string. Dus als we dan gaan kijken hier: dit zijn gewone strings. Hier kan je geen variabelen in gebruiken. Maar um, dit is een template string. Backtick. Niet een enkelvoudig aanhangsteker. Oké, okay, volgende opdracht. Druk op de run pijl om de code uit te voeren tot het volgende breakpoint. Dus dat is wat ik net eigenlijk heb gedaan. En dan zagen we hoe de waarden van table inner.html en row.html evalueren in elke iteratie van de lus. Dus hebben we gezien, elke iteratie wordt er één rij opgebouwd hè, van de, van de lus van de waarde i. Hè, dus de buitenste lus bouwt gewoon telkens een rijstring op. Hoe, hoe bouwt hij die, die rijstring op? Wel door over elke kolom in de rij te itereren en voor elke kolom een cel toe te voegen. Met generateSquare hebben we daar een functie voor gemaakt. En die generateSquare-functie genereert één cel. Een TD. Met daaraan de juiste inhoud. Die worden dan drie keer, in dit geval drie keer uitgevoerd, omdat het lengte van 3 is van bord I. Die worden dan telkens toegevoegd aan de HTML van de rij. Zo worden de rijstrings individueel opgebouwd. Die worden dan toegevoegd aan de volledige tabel. En uiteindelijk wordt er gewoon nog de tabeltekst voorgezet. En dus die GenerateBoardHTML functie. Als we die nu uitvoeren vanuit de console. We geven daar een bord aan, toe, uh, aan mee. We kunnen daar MyBoard aan meegeven. En dan genereren we dit bord. Wat we hier zien. De HTML string. Als ik dit uitvoer. Um, ik heb even mijn breakpoint weghalen. Ik heb dit in de console uitgevoerd. Dit is het resultaat van die functie. Wat de GenerateBoardHTML functie doet. Is ik geef die een bord mee in uh, de representatie van een lijst. Uh, dus uh, my board is, ik zal my board nog eens printen. My board is een JavaScript array met de staat van dit bord in. Hier zie je de array geprint. Generate board HTML zet deze array om in deze string. En deze string is de HTML voorstelling van ons bord. Dit is de JavaScript voorstelling van ons bord. Dit is de interne representatie. Dit is de externe representatie. Dus generateBoardHTML zet om van interne naar externe representatie. Dat is wat die functie doet. Um, en dat is een van de belangrijkste functies in, in ons spel. Gaat een van de belangrijkste functies zijn in jullie spel um, voor het project. Dus voor mijn veger zou je iets gelijkaardig kunnen maken waarbij uw interne voorstelling getekend wordt naar een functie hebben die die, functie die die omzet in een string en een andere functie die die string tekent op uw HTML pagina zelf. Laatste vraag, open de style editor en zorg ervoor dat alle rode vakjes paars worden. En dat is heel gemakkelijk, hier is de style editor, we zien hier verschillende regels staan, we zien hier background-color red voor de klasse .red, als ik hier background-color purple van maak, dan zien we dat is wat je paard is geworden. Dit zijn onze CSS classes. Je kan dit wel saven, Ik ga dit niet saven nu. Dat is niet de bedoeling. Uh, maar je kan dit dus hier editen en ook gewoon rechtstreeks saven in de stylesheet. Dat was het voor de eerste kleine opdrachten. Dus laten we dan eens kijken naar de grotere opdrachten.